Vandaar geef ik het woord aan de heer Van Druiten. Dank. Nou, voor ons was die visie eigenlijk meer een soort informatieve reclame, voorzitter. Het had een beetje, ja, als je die visie las, dan denk je van ja, hier wil je graag wonen. Hè? En dan krijg je van slot het gevoel van, is het hier nou zo mooi? Of zijn dit toch een beetje de kleren van de keizer? En dat is voor ons lastig. En we begrijpen ook wel dat je als overheid een visie moet formuleren. Je kunt je afvragen of dat 12 jaar moet zijn. Aan de andere kant kun je ook weer niet te ver vooruit kijken. Maar wat zegt zo'n visie nou eigenlijk? Hè? Als we punten nemen zoals Kevenhuizen, dat kon in één keer langs Veldhuizen gelegd worden. Een AZC in Natura 2000 gebied. Ja, dat soort visies staan daar haaks mee. Dus het is in de politiek natuurlijk ook wel gewoon de agenda die gewoon doorgaat. En dan is zo'n visiestuk waarschijnlijk helemaal geen blauwdruk. Het is dan ook vooral meer een informatief stuk. En we zien dat nu ook terug, zeg maar, in de cijfers. Hè? Want als we bijvoorbeeld het staartje pakken van de leefbaarheid. Nou, dan wordt bijvoorbeeld 2005 wordt er dan vergeleken met 2013. En toen ben ik even gaan kijken en dan blijkt dat in 2015 die cijfertjes een stuk lager liggen. Dus dat de trend eerder naar beneden gaat, maar dat staat dan niet in de visie. En dan gaat het misschien wel om een 10%, joh, en dan gaan we ook niet over dindammen. Maar er is wel een beetje met een marketing oog naar gekeken. En het is vooral veel, ja, wollige bestuurlijke taal, hè? Zoals een complementair brandpunt. Nou, dat vinden we gezien de situatie in Veldhuizen ook helemaal niet zo goed gekozen, eerlijk gezegd. Er staan voor de rest wel mooie zinnen in, hoor. Zoals de globalisering versterkt de behoefte aan een lokale identiteit. Nou, dat zou ook in ons verkiezingsprogramma kunnen staan. En het centrum als huiskamer van de stad, ook mooi. Anderzijds staan er ook zinnen in zoals brandpunten leveren hun eigen schaalniveau. Maar wat zegt dat nu eigenlijk? En wat we dan in dat centrum gaan doen, hè, dat is een van die brandpunten. Dat is in onze beleving toch een beetje de waan van de dag. Hè? Hof van Gelderland hebben we gehad. Het Marktplein met de evenementen moest ook weer in één keer weg. Het Stadspark is hier toen nog geopperd. Het Kuiperplein, hè, waar de kermis toen weer was. Nu weer weg moet en nu weer een andere functie gaat krijgen. Eigenlijk lijkt in Ede alles om de paar jaar alles te wijzigen. En zit er alles behalve een lange termijn visie in. Wat dus wel erg raakt is natuurlijk de visie over het behoud van het culturele erfgoed. Onder andere historische elementen worden gekoesterd en de oud-dorpse karakteristiek dient als inspiratiebron voor eigentijdse architectuur bij stadsvernieuwing en bij de inrichting van de openbare ruimte. Deze ambities hebben impact op onze ruimtelijke koersstaten, maar concreet wordt het allemaal nergens. Er staat ook zelfs in dat Ede veel herkenbaarheid verloren heeft in de afgelopen decennia door het onvoldoende waarderen en respecteren van haar erfgoed. En staat er heel mooi in, daarom koesteren we wat er nog is. En dat staat allemaal hartstikke leuk op papier. Maar in Ede is het nu precies andersom. We zagen dat terug met de school, met de sloop van de Cavalierschool. De carousel bijvoorbeeld, ook zo'n voorbeeld. Dat is nu een van de mooiste stukjes van het maandeneind. Puur omdat er een particulier zelf het initiatief heeft genomen. En nu zien we het ook weer terug met de Kolkakkerbuurt. Moet ook allemaal tegen de vlakte aan. En het is nu dat er bewonersinitiatieven zijn om dingen te behouden. Maar dit college, dat breekt gewoon verder af, zeg maar. En je kunt eigenlijk wel zeggen van zolang er ambitie in Ede is, gaat de afbraak gewoon verder. Dus dat hele gebeuren dat zit nog niet in ons DNA. En wij zeggen dan show it, don't tell. Wat je ook in de fictie hoort van laat het maar zien. In plaats van het alleen maar neer te schrijven. En laat het maar een keer zien met de Parkweg. Tuig dat mooi op, zeg maar in de jaren 20 stel. Laat gewoon zien dat we inderdaad ons culturele erfgoed koesteren. Want Ede constateert vooral steeds achteraf dat er veel is afgebroken, maar verandert uiteindelijk niet haar manier van werken. En hoe moet je dan zo'n prognose zien? Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze partij in 2006, hebben we geen zetel gehad in 2010, 1, 2014, 2. En als je dat doorrekent naar 2030, nou dan zijn we hier de grootste partij. En dat lijkt deze visie, als je dat naast deze visie legt, dan gaat het er maar voortdurend voor uit dat Ede zo blijft zoals het is. Maar als straks de leefbaarheid in de wijk onder druk staat, de spanningen toenemen, dan kan het ook zijn dat mensen zeggen, ja, je kunt hier inderdaad heel goed werken, maar ik ga wel 40, 50 kilometer verderop wonen, dan betaal ik minder en dan neem ik maar verliefd dat ik maar op en neer reis. En dan kan het zijn dat ons woongenot helemaal niet zo goed is zoals het in de visie staat. Dank u wel.
Gaat u straks ook allemaal amendementen indienen? Nee. Oké.